Oh my god, ik ga naar de hel voor dit. Hoi goed volk, welkom bij een nieuwe Quinzing. Oké, er is dus een dingetje waar ik eigenlijk zelf best wel sterk in geloof. Karma punten. Jawel mensen, ik geloof met heel mijn hart in karma. En ik geloof erin dat als je goed doet, dat je goed ontmoet. En dat what goes around comes back around, dat soort dingen. Dus ik probeer gewoon mijn leven op zo'n goed mogelijke manier. En zo positief mogelijk te leven. Maar ook ik heb momenten dat ik denk, weet je, denk om je karmapunten. Goede karmapunten krijg je als je bijvoorbeeld een goed doel steunt, je koopt een bloemetje voor je moeder of je helpt een oud vrouwtje oversteken of zo. Nu ik over nadenk, heb ik eigenlijk nog nooit iemand een oud vrouwtje zien oversteken. Oude vrouwtjes zijn vaak best wel zelfstandig. Het ding met karmapunten is dat een slechte actie vaak veel zwaarder kan tellen dan een goede actie. Dus je hebt meerdere goede acties nodig om weer die slechte karma te verheffen. En de keren dat ik tegen mezelf heb gezegd, oh my god, ik ga naar de hel voor dit. Zijn oprecht niet meer op twee handen te tellen. Maar ik ben graag een eerlijk en open persoon met jullie. Dus ik ga jullie ook al mijn slechte kanten laten zien. Hierbij redenen waarom ik constant slechte karma pak. Ik lach op de verkeerde momenten. Er zit een soort mechanisme in mij wat ervoor zorgt dat ik altijd op de verkeerde momenten moet lachen. Ik kan iets mentaal heel erg vinden, maar ergens is het deel van mijn hersenen wat beseft wat voor emoties er worden gevoeld. En het deel dat uitdrukt in fysieke en zowel gezichtsuitdrukkingen wat er gevoeld wordt, gaat er iets totaal mis. Een oude man zien vallen is totaal messed up. Hij kan iets breken, oude mensen hartstikke fragiel, er kan een of andere bloeding ontstaan doordat oude mensen vallen. Dat is totaal niet oké. En toch op dat moment ga ik een soort van mijn hele lichaam krampt in elkaar. En het feit dat ik niet mag lachen, maakt het nog veel grappiger. En nog erger is het als je dan met een groep van mensen bent waarvan je weet, die gaan sowieso moeten lachen om dit, want die hebben dezelfde humor en die moeten ook lachen om dit soort kutdingen. En die hebben ook allemaal slechte karma op hun ass. Het erge is dat je weet dat je diegene niet aan moet kijken, want dan ga je al helemaal dood. Dus je kijkt naar de grond en je weet, het moment dat ik deze persoon nu aankijk, barst ik uit in een soort exorcist van lachen. Totaal foute grapjes en inkoppertjes. Er is iets met reacties in het echte leven waar ik denk ik iets te snel in ben. Ik ben namelijk heel erg aware over wat voor invloed je kan hebben op social media en dat wat je leest en dat kan worden gelezen door iedereen. Maar in het echte leven denk ik iets minder na over wat ik zeg. Online gaan mijn woorden door ongeveer 3 filters door voordat ik denk, oké, dit is oké om te plaatsen. Maar die minstens 3 filters die ik op social media heb, ja, zijn totaal verdwenen zodra ik in company van mijn vrienden ben. Incoming zijn die grappen die totaal niet oké zijn. Die als je die ergens zou lezen of iemand anders zou die zeggen in een publieke plek of op een podium met allemaal mensen waarvan je niet weet, ja, wat voor afkomst hebben die of whatever, zou niet oké zijn. Met mijn vrienden, ze komen eruit. Grapjes over Surinamers, grapjes over Nederlanders, Japanners, Chinezen, gewoon alles. Alles komt eruit en ik denk niet eens meer na over wat ik wel of niet kan zeggen, want ik zeg het gewoon. Ik zeg het. Het erge is nog van deze opmerkingen, dan zeg ik ze, want ik ben echt een super open-minded mens en ik ben heel erg multicultureel opgevoed en zo. Maar dan heb ik ze gezegd. En het seconde dat ze eruit zijn, wil ik zo. Never said it. Nope. Goed, dat kan dus niet. Dus ding ding ding. Slechte kamerpunten. Kom maar binnen. Got them. Ik ben een harde vloeker. Ik vloek een heleboel. Af en toe heb ik oprecht de mond van een schipper. Als in die aflevering van SpongeBob, waarbij ze dan allemaal geluiden hebben en zo. En dat ze. Dat is mijn leven. Maar in het echte leven hoor je geen dolfijnengeluiden of luchthoornen. Nee, bij mij hoor je de echte woorden naar buiten komen. Yep, daar zijn ze. Yep, oh, nog meer. Oh. Ja, oh, hi. Oh, daar is een ziekte en daar is een nog een ziekte. En het allerergste ben ik in de auto. Dat is oprecht heel erg. Ik bedoel, snij je me af op de snelweg? Better trust me dat ik je moeder, je vader, je zusters en je huisdieren uitscheld voor van alles. Het is vaak wel als ik alleen in de auto zit, maar het is oprecht niet oké hoe boos ik kan reageren in de auto. Bedoel je rijdt 78 waar je 80 mag? Ja, daar gaan je achternichten, achterneven en je grootouders op een stok met spijkers in een kamer met vuur.
Maar goed, naast al die slechte gewoontes doe ik ook wel eens wat goede dingetjes, hè, voor de wereld en voor de maatschappij. Ik ben bijvoorbeeld lid van Team War Child. En dat is een team dat Kids Club, de War Child Kids Club, eigenlijk een soort van representeert. En dat is een team van Britt Scholten, Niels Oosthoek en Rens Poelman. En samen maken wij allemaal challenges en opdrachten en gaan we items maken voor en met War Child en met de kids die in de kidsclub zitten en dat soort dingen. Maar er is vanavond een jaarlijkse tv-avond genaamd Jij en Ik van War Child. En ik zou eventjes aanraden om naar de vierde link in de beschrijving te gaan. Daar even op te klikken. Dan word je gevolgd. Dan word je vervolgens gestuurd naar een andere website. En daar moet je eventjes alles doorvolgen. En dan help je mij heel erg en help je War Child heel erg. En dan kunnen we word verspreiden dat we een soort van toffe avond hebben voor War Child. Go check it out. Even karma punten sparen. Hey! Bedankt voor het kijken naar deze video. Laat in de reacties weten wat voor dingen jij slechte karma oppakt. Maar tegelijkertijd ook waar jij weer goede karma oppakt. Vond je deze video leuk? Doe dan een duimpje omhoog. Wil je mijn vorige video zien? Klik dan even hier. Een andere video die ik persoonlijk heel erg vet vind, kan je hier zien. Hier beneden kan je abonneren. En volg je me nog niet op social media? Klik dan even hier. En dan zie ik jullie weer bij de volgende quizding. Zelfde plek, zelfde tijd, maar met een ander ding. Doei!